Logboek dag 3 en 4 trainingskamp Sabaudia. Wat hebben wij de afgelopen 2 dagen gedaan? Op dag 3 moesten wij noodgedwongen op de ergometer zitten vanwege het noodweer boven ons hoofd. Gelukkig voor ons allemaal was het maar 12 kilometer roeien, aansluitend met krachttraining. Het was wel even twijfelen of het water op zouden gaan. Het water lag er namelijk zo mooi bij en de onweer was nog redelijk ver weg. Alleen het risico om het water toch op te gaan was net iets te groot, waardoor we toch kozen voor het alternatief, de ergometer. Kunnen we prima op techniek, hebben we uiteindelijk gemerkt. In de middag was de onweer verdwenen, maar verschenen wel de golven weer op het meer. Ondanks de golven en de harde wind ging het roeien toch goed, wat ons een heerlijk gevoel gaf. Even voor de duidelijkheid, we zitten nog steeds met Joris en Bjorn in de boot en Tim en Roeland zitten met Arnold en Joeri in de boot. Binnenkort zal dat wat veranderen en gaan we wisselen. Al met al was het een geslaagde dag, vooral als het roeien goed gaat. Dag 4. Stond er op het schema 24 kilometer roeien, waarvan 3 keer 2 kilometer opbouwen van tempo 20 tot en met 26. Vanwege de harde zijwind, alweer, was het lastig, maar was het wel een goede leerschool om de juiste houding vast te houden in de boot. In dit geval, in ons geval eigenlijk, is dat sterk zitten voor, dus niet naar je boord hangen en lang blijven staan achterin, dus rustig afmaken. Een pittige training was het wel, de beentjes voelde je wel. Vanmiddag was het weer tijd voor de LABA. Nou, LABA staat voor legs, arms, backs en abs. Voordat je de LABA begint, moet je wel goed opgewarmd worden. Dus dat betekende voor ons allemaal een uur hardlopen op het strand of een rondje om het meer. Dat is toch lekker, zwaar, maar lekker. De LABA zelf was redelijk pittig op het strand. Normaal gesproken doen we een LABA op een vaste ondergrond en dit keer was het in het zand. Ging best lekker, alleen het was aan het einde van de LABA heel zwaar. Als afsluiter van de dag gingen we met elkaar rugbyen, maar dan wel op een wat veiligere manier dan het in het echt zou moeten. Wij moesten elkaar aantikken en als je aangetikt werd, werd het spelletje even stilgelegd en begon je weer opnieuw. En na 5 keer getikt worden, moest je de bal inleveren bij de tegenpartij. Nou, het was een leuke ervaring. Tot volgende keer. Logboek uit.